Vertel, wat wou je zeggen? Dat we great zijn in Kortrijk. Ja. Great man. Real great. Dat we ook een kleine nieuwe samenwerking hebben om aan te kondigen. Oh? Ja. We hebben namelijk een leuke samenwerking met Budgetcam, Pro Photonet en Camera Express. Ja, maar dat wist ik wel. Dat wist jij, dat klopt. En daarmee gaan wij ook dit weekend foto's printen en dan auto-uitnamen geven. Ja, super tof. En we hebben mooie spulletjes bij. Dat van Camera Express, die zullen we jullie nog wel laten zien. Ja. En de nieuwe stand staat. Met zeg maar in zijn volledigheid. Ja, even een shout-out naar Supra Soep Marloes. Even knijpen, dikke rek hier. Met een pashokje. Is er een pashokje bij? Ja, er is een pashokje bij. Holy shit. Hey, hou eens op. Ja. Rekken met een pashokje. Ja. Het is niet dat iemand van mijn formaat daar moet gaan passen, maar voor de rest komt het wel goed. Hé, hey, en wat we ook hebben. Ja, ja, we hebben nog meer. Kijk, ja, we hebben nog meer. Oh, die leggen. Ja, ja, oh. We hebben dit. We hebben deze dingetje. En wat hebben we nog meer? En het ruikt naar 1 miljoen. En deze ruikt naar tropical fruit. Dat is voor de camera. Het is super nep, het zit ingepakt en ruikt helemaal niet. Oh. Je verneukt het weer. Je verneukt het weer. Oh, wacht even, nog een klein leuk dingetje. Vindt Nicky heel leuk. Ja! En, kom even mee. Voor de kleintjes onder ons hebben we nu ook kidsmaatjes. Ook voor de kids gewoon leuke maten. Wat hebben we trouwens qua auto's bij? Misschien is het ook wel interessant. De Ascona van ons Timo, de Charger van Dennis, Focus RS van Robin. We geven het nog niet weg. Blijf hangen. Hou een beet. Cliffhanger. Oh. Wat hebben we nog meer? Hoi! We hebben hier nog een R8 van Danny. De rest is er nog niet, maar we hebben een auto die gaat hier primeuren van het weekend. Zeker. Dat is echt een feest. We hebben een auto, hij staat nu nog omhoog, dus het ziet er niet uit. Maar we hebben een auto die net klaar is. Net gespoten, noem maar op. En die staat hier ook verdeeld. En hij is groen. Ja. En breed. Maar doen we dan gelijk een bierrolletje er even in gooien voor die jongen? Ja, ja, ja. Fiets jij even die bierrol erin hier. Misschien wel leuk om te zeggen, een van onze sponsoren, Rap My Ride, staat naast ons met de stand. En Joffrey is zo gek geweest om ooit te beloven, ik ga een boot in mijn stand hangen. En toen kwamen we hier aan en hij heeft er een boot in gehangen. Het ding is echt enorm. Ik laat jullie zo wel in de bierrol zien. Ik ga op pad met Dennis van Aerostack. Want er staan daar... Oh, gezellig, gaan we even kijken bij Low Fitness. Nee. Er staat daar een auto van Willem. Die kennen we wel. En die is net zeg maar nieuw gemaakt ofzo. Ja, primeurtje. Dus, primeurtje. Ja, ja, zeker primeurtje. Dus dan gaan we eens even kijken hoe die eruit gekomen is. Ja, ik zie hem al. Hij is... De kleur is goed. Niet te missen. Nee, hij valt wel op zeg maar. Hij is wel goed. Dat is wel één ding... Kom Willem. Hi. We hebben een primeurtje te pakken. Willem, wat heb je in vredesnaam gedaan? Ik heb mijn auto gespoten in een ander kleurtje. Maar wat een kleur ook. Kijk, ik wist het al dat hij dit ging doen, want dit heb je me echt al een jaar geleden verteld, deze kleur ook. Ja. Alleen, het is wel iets heel anders om het echt te zien. Ja, hij is een beetje roze. Maar waarom? Maar wat zijn de dingen eigenlijk die allemaal veranderd hebben? Want van misschien wel ouder slash vroeger kennen mensen de auto nog wel. Ja, het dingetje een beetje in carbon laten zetten. Buitenkant helemaal overgespoten, ook wel zwarte deeltjes gespoten. BBS RM velgen, driedelig gebouwd. Na 16 inch. De stoel uit Stika, weet je. Dat was makkelijker. Ja. Binnenkant helemaal ook wel zwarte gespoten. En dan rolgooi wit gemaakt.
luchttank in een glitterlakje gespoten. Maar ik zag ook trouwens dat je geen achterruit hebt. Nee. Wat is daarmee gebeurd? Die heeft Nick gesloopt. Nick? Slopert? Nee, ja, dit heb ik al heel lang niet meer. Dit is, ja. Dus was eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Het staat wel op zich. Ik bedoel, auto is aan alle kanten al uitgebouwd en aangepast, dus het kleine raampje wat mist. Lekker belangrijk. Ja, cabrio nou, hè? Heeft het dat effect ook tijdens rijden? Of? Wat? Cabrio effect? Ja, als je er een voorraam opent met de cabrio, dan ga je aarde de war en zo. Ik hoorde ook dat hij echt extreem luid is. Net. Vind je? Hij maakt toch een beetje herrie. Moet je hem horen? Oh, hij staat nog aan ook. Oh jeetje. Nou, daar komt hij. Nou, in ieder geval, iedereen weet dat Willem is gearriveerd. En 3,5 verderop ook. Ja. Waarom? Wat? Omdat kan. Die sidepipe. Oh, dat leuk is. Kut idee. Letterlijk. En figuurlijk. Kut idee, doe het. Nee, hij is dik, man. Ja, lekker wel. Dankjewel. Mooie overzichtfoto's maken. Want we hebben dit weekend de fotomast van 8 meter. Ja. Daar gaan we straks lekker een paar paardjes mee schieten. En dat is niet de grootste staaf die Ron ooit in zijn handen gehad heeft. Dus we gaan nu wedden. It's another shot in a video where he's eating again. Melon, baby. This time it's melon. We're trying to stay healthy, do you know what I mean? Last time it was something else. What was it? I don't know. It's something good. No. Something bad. Yeah. Probably. Yeah. Jake just spent his whole month salary on one sandwich. It's worth it. It's worth it. First time seeing the stand, bro. Yeah? It looks good. What's your first thoughts? What do you think? Because this, technically, is actually the biggest collection of Liberty Walk cars ever in Europe. Yeah. It's nuts. And yesterday I saw the Lambo. Yeah. Yeah. That thing is so good. So good. It's so cool. Yeah. But there's a lot more than that. But yeah, there's also some cars here that I've never seen before in person, like the Black C63 and the GTR from France as well. Oh yeah. Is that from France? Yeah. Oh nice. Yeah, which is really cool as well because, you know, obviously a lot of these cars I've dealt with and seen a lot already, so yeah. Even I'm getting to see something brand new, which is really, really cool. Okay, so Jake just showed me the seats on the RX-7. I'm going to show you guys real quick because this is mad. That looks so cool. All the cars look good, by the way. The i8 also is really cool. And we were just talking about that, the gold Lamborghini. It's so wide. Just if you look at it, the stock fender probably ends right over there, where the wing seats. That's probably where the stock fender used to end, and now it's so much wider. It's nuts. I love it. So cool. So we're gonna check out some more cars, and I'm gonna take you guys along. This was all over Instagram. Everyone saw it, I think. Yeah, but yeah. This was crazy. The build-up to this was crazy, and Mika absolutely smashed this out of the park. Yeah. It's literally a different design on every corner of the car. Yeah, it is. And I've got no idea what he's going to put on his V5 for what color it is. but it's epic, mad. Man. And Johnny, the owner, he loves it. He's been so excited obviously doing this. Yeah, I get that. And this car has gone through so many different phases as well over the years. Yeah.
But I just think it's just epic. It also just like went viral because I saw it everywhere on Instagram. Every time I opened it, I think I saw it. So it's really cool though. I also like the red carbon. Yeah. It's and a small detail, but small I like details. It. And then also just in person as well, like the texture almost of the car is... Yeah, because it really is painted. Yeah, it's real spray paint. So it's got a texture to it. He even said he didn't even clean it, he just coloured in a few different bits when he got it. And so we've also got the Ferrari. Yeah, we do know Old Faithful. Yeah, but we also have this Ferrari. Yes. Where did that come from? This is Charlie, G20 Bag on Instagram. He's a good friend of ours. We built this sometime last year, I think. I'm not sure. It might have been a bit longer than that. Yeah. It's recently got some new wheels. It's got completely transformed the look. But yeah, we've helped Charlie build this car. It's epic, man. It's mad. Also the interior, I see. Yeah, you've got all the details as well. You know, you've got your carbon Ferrari emblems. You've got, obviously it's got a crazy exhaust as well. Also the engine bay, a lot of carbon. Yeah, a lot of carbon. Blue accents. Yeah, the accents. It goes on throughout the interior as well. Sick. One of the coolest things is actually under the hood. He's got a... See, he's got... Oh, what the hell? Yeah. That's really cool. Yeah, man. That's funny. Okay, so we've also got James's McLaren. Yeah. It's my first time seeing it. Yeah, so this is the boss's car. Proper Batman spec. This recently actually featured in The Gentleman on Netflix, the new series. Yeah, I saw that on Instagram as well. It was orange then. Definitely went through a set of tyres filming. But yeah, wicked car, Litchfield Stage 2 tuned, makes about 700 horsepower, it's a 650S. Yeah. It's just epic, man. It's white, it's black, yep. It's got everything. It has, and it sounds insane. Yeah. It sounds so good. You came at me really excited for one car, and this was the one. This is. Why? I mean, this has a special place in my heart, this car. I've spent a lot of time driving this car. We used to take it to shows. This was our demo car for a good year or so until we sold it on. But yeah, it's an absolute beast. It makes 500 horsepower, 500 foot-pound. Great fun. Yeah. You know. I also really like the look. Yeah, it's also, this one as well has just been in The Gentleman as well, this one. Yeah. So it's almost kind of, you know, a little bit famous in a way. But yeah. It rides lovely, it sounds great. I love these new Supras anyway, you know. Yeah, me as well. Know. Just the overall look and the body lines. Yeah. It's perfect. Yeah, I really like it. The engine's great, and I know obviously it's not a true Toyota, it's a bit of a BMW. Yeah, but since when is BMW bad? Exactly. Since when? Exactly. Great gearbox, great engine. Yeah. Yeah, it's just a really, really cool car. I also like the color of the wheels. They really pop on the white. I don't know if you guys can see. This was a big thing for us because we wanted to do like a three-spoke wheel. Yeah. And then we were speaking with Rotiform about what color to go for. Yeah. And they actually helped and they suggested something like this. And we were all very torn about it. We thought, oh no, we can't do that. Oh, we've got to change the color. But actually, it's one of the best things about the car. Yeah. You know, I do like it. And we have one other car we missed. Yeah, this is Benny's GTR. I love this thing. We wrapped and did a few bits for this ready for Alt Race last year. Yeah, I saw it there. Yeah, but this is from Heagle Automotive. Great guy. Love this car. It's got a gorgeous mine steering wheel as well. I know it's a bit random, but it's lovely little bits and bobs on this bit. I gotta see that. That's cool. I like that. That interior is not stock, is it? No. Because I see some forged carbon. The forged carbon. I love the mine's wheel. Yeah. Some forged carbon bits here and there. That's what we're talking about, Benny. You shouted, he said. We were talking about it. Ik loop net nog even een stukje verder door een aircooled hall heen. En ik zie twee bekenden die staan te handelen met een enorme paal.
die we via Budgetcam hebben kunnen regelen. En Ron, wat ben je nou aan het doen eigenlijk? Wij zijn overzichtfoto's aan het maken van de beurs. En met deze mooie fotomas kan je 8 meter de lucht in gaan. En we willen een mooie foto. 1 plus 1 is 2. En kunnen we een mooie foto maken. Met een mooie camera. Ook dat. Heb jij die ook toevallig in je handen nu? Die heb ik toevallig ook in mijn handen, ja. Nee, ja, ja. Daar filmen wij ook toevallig mee. En het mooie is, ik heb Tom laten zweten vandaag voor je eerst. Heb je Tom laten zweten? Kunnen we dat zien? Eigenlijk? Ja, nee, het is nu minder. Maar die hal hiernaast is flink warm. Als je onder zijn shirt zou voelen, dan... Oh, dan moeten we even knippen dan. Ja. Nee. Meneer wil misschien naar het beeld gaan. Er staat een beeld. Ja. Het mooie is, door middel van de camerentje die op de camera zit, kunnen we via een iPad live meekijken, alle instellingen doen en gelijk één klik op doel, de foto en kan gelijk de foto bekijken. Nou, beter kan je niet hebben. Even kijken wat Ron en Tom hier aan het fabriceren zijn, want die zijn ook van alles aan het doen, hoor ik. Dus even kijken, wat zijn jullie nou weer aan het doen, jongens? We liggen aan het printen. Aan het printen? Ja, ja zeker. Printen. Waarom zijn we aan het printen? Nou, veel auto-eigenaren zijn we nu al voor aan het printen. Die krijgen een aandenken van de show in samenwerking met ProFotonet en Budgetcam en Camera Express. Krijgen ze ook deze flyer erbij. En dan kunnen ze hun print of een andere foto van hun auto winnen op groot formaat door mee te doen aan de tag en win actie. En ze krijgen sowieso een korting met de code REVERSE10 om hun print uiteindelijk groot te krijgen. Dus we zijn nu al die foto's aan het uitprinten, de printer is lekker aan het draaien. En dan gaan we morgenochtend gaan we die uitdelen. En dan kunnen ze uiteindelijk morgen heel de dag hebben ze de tijd om iets origineels te verzinnen om met de foto op de foto te gaan met de auto en de foto. Tof? Ja. Heel cool. En jij zit foto's lekker. Ja, inderdaad, ik doe de foto's editen en dan sla ik ze op. Dan doe ik een frame op maken zodat ze inderdaad zo eruit komen te zien dat de logo's netjes top. En dan zijn ze klaar om uit te delen morgen. Leuk. Dus ze gaan morgen lekker uitdelen. Ja. Leuk, ben benieuwd. Ik denk dat ze het wel leuk vinden. You know, we love the shoot of the RX-7. Oh, yeah. Yeah. That's beautiful. Wow. That's beautiful. Amazing. You can use it in the shop or in store we somewhere. We'll get that framed and that'll be up in the top of the showroom. Oh, yeah? Is that nice? This for you. Mooi, guys. Echt top. Dankjewel. Daar ben ik blij mee. Mooi. Ja, ja. En we hebben een foto laten afdrukken van de auto van de vorige keer, van de shoot. Mooi van de garage, denk ik. Ja toch?